Vandaag ga ik terug naar school met Shahid, beter bekend als Dutch Performante. En dat gaat nog spannend worden, want Shahid is na de brugklas nooit meer op school geweest. En dat merk je meteen. Ik ga hem namelijk testen op zijn geweldige Engels. Birthday. Ook verras ik hem met een oude bekende. Hey, Wouter, what the fuck? En kom ik erachter hoe die al op jonge leeftijd veel geld verdient. Bijvoorbeeld met vuurwerk, stiletto's, gewoon alles wat je maar kan bedenken om te verhandelen. Hallo allemaal, ik heb mijn eigen schoolcollectie bij de HEMA. En om die extra te promoten, maak ik een video waarin ik terug naar school ga met Shahid. Yes! Dit is Shahid Sharak, beter bekend als Dutch Performante. Je kan hem kennen van zijn gouden Lambo, Had ik al gezegd dat hij een gouden Lambo heeft? Eigenlijk vind ik dit de mooiste aflevering. Omdat jij wel geteld 1 jaar op school hebt gezeten, op de middelbare school. Middelbare school, ja. 1 jaar! Ik was gewoon aan het werken. Ik ging van de basisschool naar de eerste klas en toen dacht ik van... Euro's, stampen. Nou, je ziet wat er van kan komen. Nu ben ik met mijn Porsche op school. Ik vind het wel leuk, want we gaan vandaag wel even de dag behandelen alsof het een middelbare schooldag is. Oh, echt? Met vakken, met lessen. Fuck dat. Ik weet heel veel, niet zeg maar. Schoolspullen! Hier, begin maar even met een tassie uitzoeken. Nee, ik pak een mooi bloemetje. Kijk, dat dacht ik. Ja, daar gaan we voor. Had jij sowieso altijd schoolspullen mee of had je gewoon Nee, ik had ze altijd in mijn kluisje liggen. En als je huiswerk moest maken, dan... Lag dat op school. Dus dan kon je het niet doen? Nee. Simpel. Oh, kijk! Ik weet niet of je wel eens in een museum bent geweest, maar dit komt aardig in de buurt. Jij denkt, ik ben zakenman, maar... Ja, hey, big business, man. Kelvin Boerman kan er ook wat van. Wat is dit dan, joh? Ik kan nog lezen. Oh, fijn. Oh, powerbank. Hij mag toch niet met je telefoon in de klas? Oh nee, kut. Hey, we hebben hier het belangrijkste gedeelte, namelijk het rooster. Geschiedenis, gast. Les je maatschappijleer. Engels. Oh, jij kan geen Engels, toch? Nee. Als ik naar Italië ga of Spanje of zo, dan is het altijd met tells, bedroom, finitures. Wat? Finitures? Ja. Dan even lesje tekenen en dan eindexamen. We gaan doen wat jij nooit gedaan hebt in je leven, namelijk een officieel eindexamen. Kijken hoe ver je komt. Ben je klaar voor geschiedenis? Ja, let's go. De bel gaat. Geschiedenis. We gaan niet leren over het Romeinse Rijk. We gaan niet leren over Caesar. We gaan leren over de historie, de geschiedenis van Shahid. Ah. Kijk eens even, hier. Oh, wat mooi. Oh. Je had wel lekker bossie haar als jij. Ja, oh, weet je nu zelf ook? Ja, normaal gesproken hangen hier allemaal foto's van de middelbare school en schoolfeesten en zo. Maar die konden we niet vinden. Dit is mijn geschiedenis, gewoon de basisschool. Je hebt niet eens een brugklasjaar gedaan. En in groep 8 ging werken. Ik was de enigste op de middelbare school met geld. En je was in de pauze, ging je pakjes Marlboro verkopen van die Engelse dingen. Had ik altijd voor in mijn tasje, had ik precies 10 pakjes sigaretten. Ging ik altijd handelen en dingen om geld te verdienen. Maar normaal gesproken heb je dan mensen om je heen die lijken op ouderlijke figuren. Die dan zeggen, nou shit, je moet toch wel even naar school hoor. Hey Wouter, what the fuck? What the fuck? Hoe is het dan? Holy shit! Wie is dit daar? Leg even uit. Met hem ging ik vroeger altijd vanaf de basisschool was het volgens mij al. Tot aan het politiebureau. Tot aan het politiebureau, ja. Ik met zijn vader ging ik dus tegelen. Als ik me een beetje kan herinneren van de schooltijd, is dat we hadden al het kluisje waar de boeken in moesten. Dat was maar zo'n kluisje. Nou, iedereen had altijd normaal gewoon boeken en shit in zijn kluisje en haalt altijd zijn dingen vol met vuurwerk, stiletto's, gewoon alles wat je maar kan bedenken om te verhandelen, zeg maar. Ja. School was echt niks voor mij, man. Ja, om te handelen, maar ik ging naar school om geld te verdienen, zeg maar. Wij gaan vandaag even wat vakken doen. Denk je dat hij er wat van bakt? Of, Zolang er maar geen Engels is, dan... Jullie krijgen vandaag een lesje maatschappijleer van mij. Nou, kom op. Ja, tempo. Ja, hey, hoe werkt het ook alweer? Gaat al van de les af, hè? Oh, ja, dat is waar. Ja, maar dat was juist mijn tactiek. Ja, dat was het. Nou, bij mij kom je daar niet mee weg. We gaan maatschappijleer doen. Hé, hey, heren, wel even opletten, hè. Sorry. Er is nog geen pauze. Ja, sorry. Je ziet hier een rijtje met allerlei zaken. En hier hebben jullie geld. Wow. En jullie mogen samen geld gaan verdelen. Nou, ik heb Lambo staan. Dit is gewoon wisselgeld natuurlijk voor jou als je het. Ja, 5 miljoen, 25 miljoen. Dit is een serieuze opdracht. Betere school dan op school leer je toch niks. Hey. Betere ziekenhuizen. Ja, dat vind ik beter mee. Weet je wat, we knallen er gewoon 25 miljoen tegen. Ja, eens.
Als ik last van aanbijen heb, is het toch fijn als je ergens terecht kan. Oké, we hebben nog 25 miljoen over. En nog 25 miljoen. Wat is de grapper? Nee, we gaan niet een scholen. Geen scholen. Waarom niet? Geen scholen. Maar waarom? Mocht mijn eigen mening geven, toch? Ja, ja. Ik zal jullie even met rust laten met z'n tweeën. Nee. Kunnen jullie even... Weten jullie dat jullie die macht ook hebben? Stemrecht. Doen wat ik wil. Stemrecht. Ik heb nog nooit gestemd. Inderdaad. Kijk, je krijgt van mij een kaartje. Dat betekent dat je een antwoord goed hebt gegeven. Kijk, ja, deze... en ik dan? Deze? Nee, ja? Ik krijg alleen maar deze. Nee, zo ben ik niet. De groeten. Top. Doei. Pauze. Leukste. Hey, alsof we wat ingestudeerd hadden, jongen. Op dit rad staan allemaal dingen die je niet mag doen tijdens de pauze. Maar die we toch gaan doen. Alsof je leven ervan afhangt. Rood, rood, groen. Ik kan op. Nee. Oranje. Wat staat erop? Rondje in de Lambo. Nee. Verstoppertje. Ik geef je vandaag deze camera. Jij gaat je verstoppen. Ja. En als ik jou na 5 minuten nog niet heb gevonden, dan heb je gewonnen. 1 minuut. Dan kom ik achter je aan. Oké. Doei. Waar kan ik naar beneden? Hey, daar zijn we. Hey, ja, er zijn al 12 seconden voorbij. Kan ik hierin? Ik kom eraan! Nee, wacht eens even. Hier gaat iets volledig verkeerd. Ik zie hier iemand die even een deurtje op slot... Wat is hier gaande? Zit hij hierin? Nee. Kom je pakken! Smeerlap! Eén minuut voorbij. Ik vind het typisch zo'n plekje waar je denkt, ja, ik ga hier gewoon zitten. Ik hoor allemaal geluiden daar. Hey! Ja, je hoorde mij of niet? Ja. Kut, sorry. Dus ik hoorde allemaal geluiden. Wat doe je aan het doen, joh? Ja, kom maar, ik sprong erin, maar dit... Je hebt hem even. Oh, good morning! Goedemiddag. Vegetariër. Vegetarian. Oké, okay, well done. Wat is een gouden medaille in het Engels? Golden medaille. Golden. Gold medal. Golden yes, plate. Yes, well done. Het is 12 uur, beginnen we lekker makkelijk. Ja, maar je mag ook It gewoon de tijd. Het is 12 uur. Hoe zeg je dan, het is 12:30? Half past 12. 12. Paraplu? Paraplu? Dat is toch Frans? Umbrella. Amarella? Umbrella. Bestemming? Destination. Ja, die wist ik ook maar. Pa, pa. Het makkelijkste woord. Nou, wat is een verkeerslicht? Stoplight. Wat is een verrassing? Die weet je, want je hebt 4 kinderen. Birthday. Wat is het? Tel even van 1 tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Geslaagd. Ja, zeker. Ik vond het een feest om jou te zien. Hopelijk neem je me niet echt kwalijk, maar dit was puur leedvermaak. Oké, nou, thank you very much. Tekenen! Het ligt allemaal voor jullie klaar. Ga lekker zitten. Cartoon variant. Dus we gaan aan de slag met het maken van een gezichttekening. Nou, je hebt 2 gezichten bij je, dus daar kunnen we gelukkig wat doen. Zo'n lekker neus zit jij. Bijna baantje vergeten. Vertel maar eens waar je het meest trots op bent. Ik heb Bert getekend. Dit is echt Bert, net Bert. Zonder wenkbrauwen. Oh, gaat hij dat doen? Ja. We hebben even een jury uitgenodigd, namelijk de kinderen van de leraar Manu en Owen. Welke vinden jullie dat je denkt van deze het allerbeste? Yes! Ja. Lekker! We hebben een winnaar. Netjes. Goed zo. Kijk. Lekker! Maar ik heb niet het idee dat dit de leukste dag is voor jou. Ik ga denk ik iets voor jou verzinnen, wat, waar ik goed in ben. Nee, leuk. Helemaal leuk. Echt leuk. Hij weet er helemaal niet zo. Dit is eindexamen VMBOK. Normaal gesproken doe ik hier het examen wat iemand ook daadwerkelijk heeft gehad. Jij bent helaas nooit tot het punt gekomen. We krijgen 20 minuten. Wat denk je? Welk cijfer? 3. Daar zijn we al tevreden mee. Dan ben ik al tevreden. Zie je het? Veel succes, jongen. Oh, kut! Ik kom afkijken. Ja, fuck. Ik doe het hier om die... Nee, ik doe het in mijn schriftje.
Zo. Ben je klaar? Ja. Klaar ermee. De uitslag is bekend, maar voordat we daar naartoe gaan wil ik jullie even vertellen dat mijn schoolcollectie nog steeds verkrijgbaar is bij de HEMA. Dus mocht je nou een schoolspul hebben, haal ze dan even. Zeg het maar. Doe eerst maar mijn cijfer. Zo! Daar doe ik het voor. Nou, ik ga naar huis. 7,3. Shahid. 2. Beste knapper is het. Jij bent het levende bewijs dat je gewoon... zonder school... een prachtig leven kan hebben. Dat is moraal van het zit hier, en niet hier op papier.